Goedemorgen, we zijn nu bij Jan Brouwer in Amsterdam. Even wakker worden. Ja. We zijn nog een beetje wakker, maar goed. Zondagochtend vroeg. Ja, zondagochtend vroeg in Amsterdam. Wilde zaterdagavond gehad. Nou, ik niet. Ik ook niet. Maar goed, er is weer een moment gekomen dat we een interview gaan doen. En dat we het een en ander met elkaar gaan bespreken. Kijken wat er uitkomt. En ik een klein beetje misschien. We hebben natuurlijk al een interview gedaan. In Ermelo. Ja. Vorige. Wanneer was het? Een half jaar geleden geloof ik. Ja, dat is al meer dan een jaar, misschien alweer een jaar geleden. Ook. Ja. Tijd gaat hard. Tempus ruit, hora fluit. Ja. En ik wil een klein beetje op jouw achtergrond in, weet je wel. Van, hoe je, ja, wat je gedaan hebt, een beetje. Van, hoe je aan jouw kennis komt, zeg maar. Van dit soort zaken, van het Vaita en van die stroming allemaal. Je hebt ook een boek geschreven, dat je alle religies een beetje vergeleken hebt met elkaar. Tenminste, dat heb ik een beetje van begrepen. Okay. Ik wil een beetje achtergrond hebben van wie jij bent. Weet je wel, hoe je aan je ideeën komt. Okay. Kan je daar wat over zeggen? Nou, zolang ik me kan heugen ben ik eigenlijk al met yoga bezig. Uh-huh. Okay. Op mijn 15e al, in de bibliotheken. Uh-huh. En altijd gefascineerd geweest door filosofie. Uh-huh. En spirituele stromingen. Uh-huh. En ook bij mijn studie, ik heb klassieke talen gestudeerd. Uh-huh. Dus daar kwam het ook veel aan bod. Uh-huh. Maar daarnaast ben ik me altijd veel bezig blijven houden met yoga en dat soort boeken. Ja, ja, ja. En op mijn 28e bij mijn studie kwam ik in een impasse terecht, mm-hmm, in mijn ontwikkeling, voor mijn gevoel. Ja. En toen ben ik op een boek gestuurd over meditatie. Okay. En dat ben ik toen gaan praktiseren. Ja. Ja, ja. Dus het is meer een iets praktisch geworden dan dat het uit boeken gekomen is. Ja, ja. Ik ben het sinds mijn 28e altijd blijven doen. Ja. En wel heel veel gelezen, maar ook steeds meer overboord gegooid. Ja. En ik zeg niet dat je er niks aan hebt hoor, het is integendeel zelfs, want je hebt al die ontwikkeling nodig om tot iets te komen. Ja. Maar als het alleen maar in het denken blijft, dan het wordt niet een essentieel onderdeel van het zelf, van jezelf. Ja. Dan heb je er niet zoveel aan. Ja, ja, precies. Ja. Dan blijf je alleen maar bij denken, bij inzichten, bij begrip en begrijpen. Ja. Moet het onthouden. Ja, dan moet je vreselijk je best doen om het allemaal te onthouden. Ja. Dat schiet niet op, hè? Nee, dat schiet niet op. Nee. Want dan merk je dat je door allerlei dingen weer afgeleid wordt, hè? Ja. Weer meegetrokken wordt door je emoties en door je verlangens door wie je bent op dat moment eigenlijk. Ja, ja, ja. En het gaat ook wel ten dele om dat inzicht erin hebben van wie in wat voor fase je zit, hè, van je ontwikkeling. Ja, ja, ja. En dat is allemaal heel moeilijk, hè, want aan de ene kant zeggen natuurlijk de leraren, de goeroes en de Indiaanse verlichte mensen van er is geen ontwikkeling. Ja. En daar hebben ze natuurlijk voor een deel gelijk in. Ja, 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 precies. Want op dit moment zelf ben jij al helemaal perfect. Ja, ja, ja. Hè? En als je dan gaat praten over de technieken en ontwikkelingen en fases waarin je terechtkomt, dan zit je eigenlijk alweer in dat tijdelijke. Ja, 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 dan zit je weer in de tijd, dan zit je weer in een kapot. En daar moet je dus juist uitstappen. Ja. Uit dat idee van ik ga ergens naartoe. Ja. dat is een beetje de kern van waar ik ook naartoe wil met dit verhaal een beetje. Daarom zit ik ook bij jou. Want in de Advaita en in al die stromingen een beetje wat ik dan zie en wat ik dan proef van verschillende mensen. Ga je nog iets doen? Als je het eenmaal gezien hebt, dan ga je bijvoorbeeld nog mediteren, weet je wel. En dat vind ik dan soms wel eens een issue van
is dat dan nog nodig? Is er dan nog ontwikkeling of ben je er al? Ja. Ja, even kijken hoe ik dat goed verwoord. Jij zei het net al aardig. Ja, bijvoorbeeld dan zeggen ze van just be, hè? Wees alleen maar. Ja. Maar als jij niet in die zijnsfase zit en nog niet die zijnskwaliteit hebt, dat je dat kan, dan is dat vreselijk moeilijk. Ja, en dan word je elke dag weer meegesleurd door al die verlangens en al die ergernissen en die jaloezie en die mot die je hebt met je baas en al die dingen. Ja, ja, ja. Dan word je helemaal vanuit je stuk gebracht. Ja, 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 precies. En dan kan je wel in dat boek lezen van just be, weet je, wees alleen maar. Ja. Ja, dan denk je op een gegeven moment, ja, dat is mooi gezegd, maar dat lukt me niet. Hoe kom ik daar? Ja, ja, ja. Dat ik alleen maar kan zijn. Ja. En daar is dan toch een bepaalde training, een bepaalde ontwikkeling, techniek voor nodig om op dat niveau te komen. Ja. Maar het zit er potentieel al helemaal in jou op dit moment. Als je dat zou kunnen, rigoureus, vanaf dit moment je alleen maar zijn en dus totaal geen enkel verlangen zou kunnen koesteren, dan zou het perfect werken. Ja, 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 precies. Ja. Maar mijn probleem wat ik daarmee heb is dat jouw zenuwgestel er nog niet aan toe is. Ja. Je hele lichaam, je hele constitutie is nog heel erg gericht op ambitie en op dingen bereiken en helemaal uit het heden gaan met je fantasie. Ja, ja, ja. Ik ga dat doen, ik ga dat doen. Ja, precies. En dat is het probleem. Op een of andere manier moet je een heel ander mens worden om die zijnskwaliteit te verkrijgen. Ja. En daar is al zo'n sadhana, heet dat er in het Indisch, zo'n spirituele ontwikkeling, is daar wel noodzakelijk voor. Ja. En daar hoort ook meditatie bij, dat je dus traint om niet aan die gedachten vast te blijven houden. Ja, ja, ja. Dat is er ergens wel nodig. En dan merk je in de loop der tijd dat je lichaam daar aan gaat wennen. Ja. En dat die zijnskwaliteit steeds meer toeneemt. Ja, ja, ja. Steeds minder van dingen aantrekt en zo. Steeds minder je ergert aan dingen. Ja. Steeds luchtiger wordt. Want dat is een kenmerk van de mysticus. Het is gewoon een heel luchtig iemand. Ja, ja, ja. Hij maakt zich totaal niet druk om de dingen. Ja, 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 ja. Dat is ook mooi als je dat op een gegeven moment merkt bij jezelf. Ja. God, het is wel mijn lore. Ja, ja, ja. Hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Ja, ja, ja. Weet je, dat gewoon helemaal dat het zo allemaal van je afvalt. Ja, dat is natuurlijk heel prettig. Ja, precies. Ja, dat is mooi. Ja, dat vereist toch. Dat is dus weer zo'n paradox. Hè? Ja. Je praat dus in de mystiek continu over paradoxen. Aan de ene kant ben je helemaal al perfect op dit moment. Ja. Moet er geen centimeter aan veranderen. Ja. Maar aan de andere kant is het bewustzijn wat je hebt, is wel gemedieerd door de toestand van je lichaam waarin je verkeert. Ja. Dus dat lichaam en je hele body-mind, zoals dat heet, dat moet een hele transformatie ondergaan. Ja. En dat is ook allemaal gebeurd hoor, bij al die verlichte mensen, Krishnamurti en Nisargadatta en Osho, die zijn allemaal door die fases heen gegaan. Ja. Het is alleen, wat ik dan jammer vind, is dat ze dat niet goed vertellen aan de mensen. Van, ja, okay. Je zult toch een bepaald soort ontwikkeling, en ik denk dat het heeft te maken met culturele verschillen. In India is dat natuurlijk, zijn mensen op zich al veel rustiger. Ja. Dus daar helpt het om, Om op een gegeven moment misschien gaat het veel sneller als je dan zo'n besluit neemt van ik ga nu helemaal geen verlangens meer koesteren. Dan helpt het misschien veel sneller dan bij een westerling. Ja, zou kunnen. Ja, er zitten hele andere culturele ideeën zitten daar natuurlijk. Die zijn op zich al veel, veel kalmer, denk ik. Ben je er nooit geweest? Ik ben wel in India geweest. Dat wil ik niet per definitie zeggen dat hun kalmer zijn. En ik heb ze net zo goed zien schreeuwen en als je daar in het verkeer rijdt, dan weet je ook niet wat je meemaakt bij wijze van spreken. Nee, het is er ook wel eens. Zo, man, dat zijn natuurlijk onwijs veel mensen. Maar je zit op druk. Daar word je natuurlijk op zich al heel stressig. Ja, natuurlijk. Ja, daar ga je wel niet mee. Mensen. Dus waar gaan we heen met deze discussie? Even kijken. Over verlangens en zo, daar had je het toch over. Over hoe je verandert. Verlangens spelen natuurlijk gewoon een rol. Je bent verlangen, bij wijze van spreken.
Ja, daar hadden we het toen net ook over, hè? Dat er bepaalde verlangens zijn natuurlijk. Hè? Ja. In het epicurisme hebben ze het erover natuurlijke noodzakelijke verlangens. Mm-hmm. Zoals honger hebben en je seksuele driften, dat zijn gewoon natuurlijke verlangens. Ja. En het heeft weinig zin om die, Vairagya, dat is een term uit de Vedanta, dat je dingen van je afwijst. Hè? Mm-hmm. Renunciation. Dat je het gewoon niet meer doet, dat je het laat, later. Ja, ja, ja. Zoals je seksdrift en je eetdrift, dat je een asketisch leven gaat leiden. Ja. Dat is voor heel veel monniken, is dat een bepaald... Ja, dat is een idee, zeker. Een bepaald doel ook, ja. Om te bereiken. Ja. Maar mijn ervaring is dat kan heel dualistisch werken. Als je zegt vanaf dit moment ga ik helemaal niet meer porno kijken. Of ik ga helemaal niet meer met seks bezig zijn. Ja. Ja, dat wordt gewoon een soort obsessie in je hoofd. Ja. Want dat natuurlijke verlangen naar seksualiteit blijft bestaan. Ja. Naar die vrouw of naar die man. En vooral naarmate je jonger bent is dat sterker. Ja. Als je ouder bent dan groei je vanzelf al een beetje overheen. Dus ja. Dan word je al op dat vlak veel rustiger als ouder iemand. Ja. Maar het heeft heel weinig zin om dat te gaan onderdrukken bij jezelf, want dat wordt het dan in heel veel gevallen. Ja, dan wordt het alleen maar frustratie. Dus mijn ervaring bij mijzelf is dat je bepaalde dingen gewoon moet laten uitwoekeren. Ja. Je moet wel verder blijven gaan met je meditaties en met je spirituele ontwikkeling en met je verdieping en je bewustwording. Ja, ja. Maar tegelijkertijd moet je ook dingen de tijd gunnen. Je moet heel liefdevol naar jezelf zijn. Ja. Dingen die je in jezelf ervaart, ook al vind je ze op zich niet zo prettig, moet je toch ook omarmen. Ja, ja. Niet de vijand daarvan creëren. Ja, ja, ja. Ja, want je moet het. Jezus zegt ergens van resist no evil. Hè? We gaan niet tegen kwaad je verzetten. Ja, ja, ja. Maar het is gewoon omdat de dingen die je omarmt, die lossen vanzelf op. Ja. Als je de hele tijd er bewust bij blijft, als je maar, daar is meditatie zo goed voor, dat je zo bewust wordt van die dingen die spelen in jouzelf. Ja, 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 precies. Omdat je gewoon echt die focus er meer op zet. Omdat je, in die setting. Je kijkt er meer naar. Ja, dat denk ik ook, dat beter is. En dat is het mooie van bewustzijn, hè, waardoor ook spiritualiteit of essentialisme, hoe je dat ook verder noemt, waardoor het ook zo zinnig is, is dat vermogen om in bewustzijn steeds bewuster te transcenderen, steeds meer naar jezelf te kijken, dat is uiteindelijk je redding. Ja. Dat je steeds, ook al zit je nog in heel diep lijden, in hele diepe verlangens of pijn, dat je wel blijft kijken ernaar op een bewuste manier. Ja. En het is die intelligentie en het bewustzijn van gewaarzijn, hè, awareness zelf, dat het allemaal uiteindelijk gaat oplossen. Ja. Maar soms moet je dat de tijd geven. Soms, dat is dan zeker een dingetje. Kijk, want de gurus die hebben er wel gelijk in dat verlichting is, meestal is dat heel sudden, heel plotseling. Ja, ja, ja. Maar de voorbereiding van die verlichting kan jaren duren. Ja. Het heeft bij mij de afgelopen jaren wel iets van 10, 12 jaar geduurd voordat ik weer op het oude niveau aankwam toen ik 28 was. Ja, ja, ja. Door mijn 28e was ik na een aantal maanden mediteren, was ik al helemaal... helemaal rustig en verlicht, hoe je het ook noemen wil. Ja. Gewoon heel gelukkig, hè? Ja. Want dat is verlichting dan. Ja, ja, ja. En ik denk, dat moet ik zien te houden. Hè? Daarom ben ik ook al blijven mediteren. Ja, ja, ja. Dus het zo goed, dat deed me zo goed. Ja. Maar toen kwam ik in heel druk werk terecht. En toen ben ik het langzamerhand weer kwijtgeraakt door de jaren heen. Ja, ja. En op een gegeven moment kon ik daarmee stoppen. En toen kwam het weer terug, wat ik had op mijn 28e. Ja, 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 ja. Maar dat heeft echt 10, 12 jaar geduurd voordat ik dus al die stress uit mijn systeem had gemediteerd. Ja, ja, ja. En toen kwam ik weer in die hele luchtige fase. Ja, ja, zo makkelijk vond. Ja. Dus ja, die voorbereiding kan soms vrij lang duren naarmate je heel gestrest bent. Ja.
Maar het moment van verlichting, en daar hebben al die leraren gelijk in, al die gurus, is echt bang. Op een dag, dan is er. Dan weet je van, nu is het er. Ja, ja. En het gekke is dat je dat ook hebt bij overspannenheid, met burn-outs. Mm-hmm. De voorbereiding tot een burn-out is ook heel lang, tot overspannenheid. Mm-hmm. Maar het moment dat je overspannen wordt, weet je precies. Mm-hmm. Het is alsof er een knopje omgaat in je hersenen van, mm-hmm. nu ben ik ziek. En, ja. En nu gaat het echt maanden duren voordat ik beter word. Ja. En zo is het ook met verlichting. Het is echt op een dag besef je van, nou, het is gebeurd. Ja. Dat is over. Al die voorbereiding die ik heb gehad, die hebben geculmineerd in dit moment dat het allemaal van me afvalt. Ja, ja, ja. Want dat is wel bij heel veel mensen denk ik een misvatting over verlichting, mm-hmm. is dat het een intellectueel inzicht zou zijn. Ja. Omdat het westerse woord verlichting is duidelijk inzicht hebben in dingen. Maar mystieke verlichting is gewoon het gevoel te hebben dat het allemaal van je afvalt. Ja. Het einde van verlangen en van pijn, noemen ze het wel. Ja. En ik denk dat de kern is van alle religie en van alle spiritualiteit en ook van al bepaalde filosofische stromingen, is om dat te bereiken voor de mens. Dat je dus eigenlijk je gewoon helemaal nergens meer druk om maakt. Ja. Ja, dat klinkt ook weer zo. Maar goed, dat is het wel een beetje. Ja, en daar is toch een bepaalde ontstijging voor nodig, hè? Die renunciation, dat je dingen laat, dat je het transcendeert. Ja. Moet je die, het is altijd heel moeilijk ook, daar hadden we het ook net over, van bepaalde dingen in je dagelijkse leven zul je er toch voor moeten veranderen. Wil je die zijnskwaliteit vernieuwen, wil je die opbouwen? Want dat vind ik dat wordt ook vaak niet goed verteld bij die Indiase gurus. Mm-hmm. Is dat ze wel met heel veel inzichten en een mooie filosofie over het transcendente komen. Mm-hmm. En dat vind ik prachtig hoor, ik smul van die boeken. Ja, ja. Prachtige mensen. Ja. Maar ze vertellen niet aan iemand van wat het leven van het dagelijks leven, hoe dat er nu precies uit moet zien, om in die toestand te geraken. Ja. En daarom vind ik het zo belangrijk dat je inzicht hebt in dat stress, die zenuwgestel, bepalend is voor de mate waarin je verlicht bent. Ja. Dus je zult heel goed, heel verstandig, met al je intelligentie moet je nagaan, wat zijn nou dingen in de loop van mijn dag die mij heel gestrest maken? Ja. En dan moet je steeds meer inzicht in krijgen en die dingen zul je moeten gaan laten. Dat is veel belangrijker dan dat je bij jezelf afspreekt van ik mag niet meer verlangen, ik mag geen seks meer hebben, ik mag niet lekker eten, ik mag dit niet. Maar je moet heel goed bij jezelf nagaan, wat maakt mij gestrest? Ja. En daar kan je echt vreselijke mot mee krijgen van mensen om je heen. Maar je zult die boten, die zul je van je af moeten gooien. Ja. Want die dingen die jou gestrest maken, die maken jou niet liefdevol. En alleen als je dus heel ontspannen en rustig bent, ben je een liefdevol mens voor je omgeving. Nee. Dus die ander heeft er helemaal niks aan als jij daardoor gestrest wordt. Die help je er veel meer mee om gewoon voor jezelf te kiezen. Klinkt dan heel egoïstisch, maar het zelf is niet, het zelf met een hoofdletter is niet verschillend van het zelf met een kleine letter. Ja. Dat is een misplaatste dualiteit. Dus jouzelf is altijd één. Kijk bijvoorbeeld, laat ik er een voorbeeld van geven, want anders wordt het ook weer heel abstract. Ik had een heel gestrest werkleven. Ja, precies. Nou ja, als je op een gegeven moment tijdens je meditatie er dan achterkomt van, goh, dit zit mij zo in de weg. En dit zit mijn meditatie zo in de weg en mijn geluk. Ja, oké, je moet je brood verdienen, natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ergens anders je brood kan verdienen met een wat rustiger baan waar je gelukkiger van wordt. Ja, ja, ja. Kijk, en dat vertellen die gurus je nooit. Hè? Ja. En dat je ook wel eens af en toe hele veranderingen gaan aanbrengen in je leven. En dat vind ik net zo belangrijk hoor. Kijk, wel zelf,
dat was ook een misvatting bij mij van oké, ik mediteer nu, ik doe een spiritueel pad, mm-hmm. ik doe aan yoga en ik ben met boeddhisme bezig. En als ik dat maar doe, dan kan ik dus al het andere kan ik blijven doen, maar dat deert me dan niet. Mm. Ja, maar zo zit het niet in elkaar. Nee, precies. Want het leven is één en je kan je dus ook je verlichting verliezen. Dat is ook wel eens een misvatting. Nee. Dat mensen zeggen, ja, als je eenmaal verlicht bent, dan ben je altijd verlicht. Wat er ook gebeurt, dan voel je niks meer en dan sta je overal boven en dan ben je onaantastbaar, ongenaakbaar, onverwoestbaar. Mm-hmm. Ja, maar zo werkt het niet hoor. Als de omgeving zo gestrest is om je heen, dan kun je mediteren wat je wil en nog zo rustig zijn. Ja. Maar die grote stressfactor, die zal een invloed zijn op jouw zielenleven. Ja, dat klopt. En dat is ook de reden waarom al die mensen allemaal in kloosters in bergen gingen zitten. En die hadden helemaal geen zin in die maatschappij. Daar werden ze helemaal gek van. Ja. Daarom gingen ze allemaal diep in de bossen en in grotten. En helemaal in de Himalaya zitten. Ja, om weg te zijn van al die stress. Ja. Dus ja. En zelfs dan werden ze nog wel eens bedreigd. Dan gingen ze allemaal van die martiale technieken ontwikkelen om zichzelf te verdedigen. Ja, dat is daaruit ontstaan. Zeg maar. Ja, zou kunnen. Ja. Maar ja, je ziet soms wel van die kloosters op zo'n Tibetaanse berg. Die zijn helemaal boven ingebouwd, waar je heel moeilijk kan komen. Ja. Met de bedoeling maar om. Ja, prachtig ben ik ook geweest. Ja. Want daar zit je lekker rustig. Ja, nee, tuurlijk. Maar dat is, Dus ja. Kijk, het hele spirituele ontwikkeling is zorg goed voor jezelf. En zorg goed voor jezelf houdt in. Vermijd stress. Ja. Vermijd het. Wil gewoon geen stress. Ja, ja. Dan moet je gewoon bij jezelf zeggen: oh, God, daar heb ik helemaal geen zin in, joh. Ja. Met gelul aan mijn hoofd. Ja, dat is, dan moet je heel dapper voor zijn. Ja. Dan moet je heel erg voor jezelf kunnen kiezen. Ja. Goh, weg ermee. Hup. Ja. Opzouten. Op Amsterdams. Ja, maar zo is af en toe. De mysticus die leert heel goed om zijn middelvinger op te steken. Ja. Daarom is hij ook zo maatschappij kritisch en wereldkritisch. Omdat je wordt gebombardeerd om je heen door allerlei slechte invloeden. Ja, ja, ja. Reclames en politiek en noem maar op. Ja. Dus je moet heel erg voor jezelf kunnen kiezen, voor je eigen geluk. En dat is dan in het begin heel egoïstisch. En dat zal je omgeving je ook kwalijk nemen. Van, oh god, je bent weer heel egoïstisch bezig. En je kiest steeds voor jezelf. En je wil maar blijven mediteren en zo. En doe eens gezellig en zo. En kom eens wat vaker en dat soort dingen. Maar dat heb je nodig op dat moment. Om ze uiteindelijk veel meer te kunnen geven, die mensen. Want dat is het ook het paradoxale van het zelf. Is dat het lijkt op jezelf, het lijkt egoïstisch. Maar als je helemaal in het zelf zit, dan ben je dus helemaal alles geworden. Ja. Dan ben je dus ook heel liefdevol en heel behulpzaam. Dan ben je een genade voor je medemens. Ja. Hoe zeg je dat? Een weldaad. Nee, ja, het is een andere sfeer. Want dat hebben ze ook wel gemeten, wetenschappelijk, dat op plekken waar heel veel gemediteerd wordt, dan heeft dat een uitstralingseffect. Ja. Dat noemen ze wel zo'n boeddhaveld. Ja, 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 ja. Dus er zijn wel bepaalde stromingen die sturen dan meditatiegroepen naar oorlogsgebieden om daar te gaan mediteren, zodat de stress wat uit de lucht gaat. Ja, ja, ja. En persoonlijk gezien geloof ik daar ook in dat het werkt. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Ja, hebben ze ook al in gevangenis, hebben ze dat ook al gedaan. Ja. Wat effect dat. Ja. Kijk, want dat is toch de enige oplossing, hè, voor het wereldprobleem. Dat mensen van binnen veranderen. Ja. Kijk, je kan wel allerlei wereldproblemen willen verhelpen door politieke oplossingen of door vluchtelingencrisis, door dat te gaan helpen. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat en je verandert er helemaal niets mee. Ja. Je verandert alleen maar wezenlijk dingen als mensen veranderen. Ja. Minder vijandig worden, minder haatdragend.
Dus de oplossing voor elk wereldprobleem is een mystieke oplossing. En niet een politieke of een economische oplossing. En daar gelooft bijna niemand in natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk helemaal niet tastbaar. Ja. Maar het is wel een ervaringsfeit. Ja. Ja, dat zeg ik ook weer. Ik ook. Ja, hoe ziet jouw meditatiegang eruit, zeg maar? Dan vraag ik me een beetje af van, wat doe je dan? Wat is je techniek? Ik doe 2 keer per dag, zo 's ochtends en 's avonds. Ja. En ik heb zo'n zen-kussentje, traditioneel. Ja. En, ik gebruik een mantra. Dat werkt voor mij het beste. Ja. Is dus, je moet dus iets hebben waardoor je gedachtes op een of andere manier kan stoppen. Ja. En dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan er geen aandacht aan geven. Mm-hmm. Maar ja, dat kan ook werken. Dat zijn ook wel oplossingen. Of je kan je concentreren op op je adem. Dat doen heel veel boeddhisten. Mm-hmm. Of een vlam of wat dan ook. Ja, kan. Het is alleen dat je dus wel iedere keer je gedachten niet voedt. Door je ermee te identificeren en door er aandacht aan te blijven schenken. Ja. En met een mantra is het gewoon zo mooi dat iedere keer als je een gedachte hebt en je bent je daar bewust van dat je die gedachte hebt, op dat moment kies je gewoon voor een mantra. Hm. En dan, het is gewoon een betekenisloos geluid wat je in je hoofd hebt. Hm. Maar het is totaal onzinnig, onlogisch. En, het is gewoon een klank. Ja. Maar omdat je denken kan daar geen raad mee. Die vindt het gewoon absurd wat je dan gaat doen met het denken. Mm-hmm. En die geeft het gewoon op een gegeven moment. Ja. Die denkt van, als jij mij niet voedt, bekijk het maar. Als je mij geen olie geeft of benzine, dan ga ik gewoon niet meer lopen. Ja. En dat moet je hebben. Jij moet de baas zijn over je denken en niet het denken over jou. Ja, oké. Okay. Ja. En dat is een training waardoor je dus, zul je merken dat je dus eigenlijk in een soort zelfhypnose komt. Mm-hmm. Een soort slaaptoestand. Mm-hmm. Waarin je wel je bewust blijft. Hm. Slapen is ook een hele goede manier om te ontspannen, maar het nadeel daarvan is dat je niet bewust bent van tijdens je slaap, omdat je slaapt. En het mooie van meditatie is dat je de hele tijd heel alert en waakzaam blijft. Ja. Dus, zo train je dus je denken om niet aan dingen vast te haken. Ja. Niet Captain Hook, dat je de hele tijd aan een bepaald denkbeeld vastblijft. Ja. Ik me nog wel te herinneren dat ik student was, dat je het heerlijk vond om aan bepaalde gedachten vast te haken en daarop verder te gaan. Ja. En dat werkt als een soort verslaving, omdat ben je heel euvoor, weet je dan. Maar je kon het niet meer loslaten. Ja. Nou, dan ga ik dat doen. Maar s'avonds in je bed lag je nog met al die plannen, omdat je dat denken zo aanwakkert. En denken moet gewoon iets mechanisch zijn. Hè? Denken moet er zijn wanneer het nodig is. Ja. Maar is het niet nodig, dan moet het gewoon vanzelf stoppen. Ja, dat is prettig. Maar de meeste mensen blijven maar dolmalen. Het is een beetje wat er speelt. Hè? Een beetje, als ik naar mezelf kijk dan. Soms zijn er gewoon dingen die gebeuren, die je dan eventjes meenemen, zeg maar. En soms heb je een periode dat er niks aan de hand is en dat je gewoon makkelijker terugkomt. Dat is niet altijd te voorspellen. Gelukkig. Ja. Nou, het is als je... Je bent je lichaam, ben je al in je ontwikkeling als mens gewoon volledig getranscendeerd. Dus je hoeft niet na te denken of jouw buik het wel doet als je gaat eten. Ja. Of als je loopt, hoef je niet vreselijk na te denken of je benen het wel doen. Ja. Dat werkt allemaal vanzelf. Dus je zit op een hoger niveau met je denken al, ben je het lichaam al getranscendeerd. Ja. En nou is mystieke meditatie, is dat je ook dat denken gaat transcenderen. Ja.
En wat houdt dat in? Dat je dus net zoals dat je niet meer hoeft na te denken over je hart, of over je longen, of over je darmen, zo hoef je dus ook niet meer na te denken over je denken. Ja. Omdat je dat getranscendeerd bent. Ja. Dus wat je dan krijgt is dat je dat volledig gaat vertrouwen. Ja, ja, ja. Je gaat je ook niet meer voorbereiden op dingen. Ja. Je bent niet meer angstig. Ja. Omdat je weet dat al wanneer het moment daar is, dan reageert dat denken op zich heel spontaan. Ja. Op de goede manier. Ja, ja, ja. Dan biedt de oplossing zichzelf wel aan. Ja, ja, ja. Maar heel veel zorgen die we ons maken, is gewoon omdat we van tevoren heel erg onszelf zitten opfokken van wat moet ik dan zeggen en wat zal ik dan doen? Ja, dat helemaal inkleuren. Ja. Terwijl de situatie helemaal niet er is. Nee. Ja, dat klopt, dat ken ik. Dus dan ga je helemaal sappel maken over. Helemaal zorgen maken over dingen die dan een week later gaan gebeuren. Ja, ja, ja. Maar als je op te denken leert vertrouwen, dan weet je, dan maak ik me niet druk om, want dat zie ik dan alweer. Ja. dat is heel mooi Hollands, zo'n uitdrukking. Ja. Dat zie ik dan alweer. Ja. Ja, zo is het dan. Ja, zo is het ook. Ja, nou op zich. Maar ja, omdat het te bereiken moet dat denken dus op een of andere manier heel stil en rustig worden. Ja. En met die stilte en met die rust neemt ook dat vertrouwen in dat denken toe. Ja. Want het denken is heel mechanisch, is heel instrumenteel, is het denken. Je moet het gebruiken voor iets. Ja. Maar het moet niet jou gebruiken. Ja. Je moet gewoon zien als je hand op je arm. Als je gaat klussen en gaat hameren, dan heb je je hand instrumenteel nodig. Ja. Maar verder maak je niet druk om die hand. Ja. Zo is het met het denken ook. Ja. En daardoor is de mens gewoon helemaal verworden. Gewoon, hij is helemaal verworden van iets voor wat hij niet is. Ja. Omdat bij de mens, bij geen enkel ander zoogdier of dier is dat het geval, is dat denken zo de overhand gaan nemen. Ja. Op een buitensporige, vooral bij de westerse mens. Is het alleen nog maar denken. Ja. Alleen nog maar getallen en weten en werken. En, terwijl andere volken die kunnen veel meer genieten omdat ze niet zo vreselijk dat denken hebben gecultiveerd. Ja. Ja, er zit een heel verhaal natuurlijk. Hè? Goed. Maar zit het jou wel soms dwars, het denken? Of, mij dwars zit. En wat heb je dan voor oplossing ervoor om het te stop te zetten? Nou ja. Heb je dan een bepaald soort rationele overwegingen waardoor je leert omgaan met de dingen die spelen in je? Nee. Ik geloof niet dat ik iets ga doen of zo. Ik heb ook die getuigen van erbij, zeg maar. En soms zijn de situaties misschien iets lastiger of iets zwaarder, en dan, maar toch kan ik er altijd naar kijken. En wat jij net allemaal zegt, dat heb ik ook allemaal een beetje. Ik ga dan niet zoals jou elke ochtend en elke avond zitten, dat heb ik niet. Dat doe ik niet. Maar ik heb ook niet het idee dat het nodig is, soorten met, weet je wel. Zo zwaar is het niet meer, bij het spreken. Ik kan al elke situatie komt voorbij en gaat weer, zeg maar. Oké. Okay. Dus je hebt al het gevoel dat die getuigen, dat getuigenbewustzijn al sterk ontwikkeld is? Ja, denk ik wel. Ja. Dus, maar goed, maar ja, er zit nog steeds wel eens een poppetje die dan verder wil, weet je. Of je nog denkt dat het nog beter kan, of zo, weet je. Dat je dan... Dus zo een soort, dus dat er nog ontwikkeling is. En dat het, kijk, ik heb nog nooit bijvoorbeeld ik kom een beetje uit de boeddhistische traditie. En praten ze over absorptieniveaus en dat soort dingen. Ja, dat heb ik nog nooit gered, weet je wel. Zo'n rust om helemaal los te zijn, daar zit ik nog niet. Maar dan kom je toch weer in het verhaal van... Van gewoon die natuurlijke verlangens die gewoon nog steeds zo'n rol spelen. Hè? Dat je zegt, net zei,
voor het filmpje van na je 50ste kom je pas toe aan een kloosterleven, waar wijze van spreken. Ja, dat geloof ik wel, weet je wel. Nu zit je gewoon nog, ja, ik ben nou op vakantie geweest. En dan zie ik op het strand, dan zie ik toch allemaal mooie dames lopen. En dan, ja, dan zie je toch dat het denken daarmee aan de gang gaat. Omdat je toch soms daarover zit te fantaseren, weet ik veel. Ja, dan kun je zeggen van ja, doe het niet. Maar ja, dat gaat niet werken. Dat is er gewoon, ja. Dus en dan is het soms lastig ook naar je vrouw toe om er een beetje mee te spelen en mee om te gaan. Maar goed, ja, dat lukt dan toch wel. Je gaat er toch doorheen, bij wijze van spreken. Maar ja, als ik stel dat ik ben bijvoorbeeld 2 jaar die week weg geweest en dan ga je een week zitten. Ja, dan zie je toch dat die energie ook gewoon daar is. Ook al, want er zitten dan ook nog andere vrouwen, ook je zit in een club met elkaar. En dan is ook die fantasie er, ook als je daar stil gaat zitten. En ja, dat lukt me nog niet om dat helemaal, om daar echt los van te zijn. En misschien als ik dus, zoals jou, elke dag die meditatie ga doen. Dat je dat sterker maakt en dat je, ja, dat is dan een ding, maar ja, ik heb ook zoiets van, ja, het is ook iets natuurlijks, dus laat het maar een beetje zo'n rol spelen, ja. En zo hobbel ik een beetje. Ja. Ja. Nou, zo is het met elk verlangen eigenlijk, ja. Toch? Bij sommige dingen moet ook, ja, gewoon uitmoeden. Ja, dat heb gewoon zijn tijd nodig. Schijnbaar, ja, en dat is op zich. Maar ja, kijk, als je het zou zeggen van, stel dat ik nou dadelijk in de auto stap en ik rijd op een boom. En dan is dat natuurlijk een snelle actie. Maar stel dat je langzaam dood zou gaan, dan stel dat je een enge ziekte zou krijgen. Ja, ik weet het een beetje nog niet, maar goed, dan ben ik nog niet uit dat verlangen. Zou je dan zeggen, weet je wel? Om toch die fantasie er nog. Zou je misschien zeggen van, ja, dan kom ik weer terug. In het volgende leven. In het volgende leven, dan ga je toch er weer achteraan. Ja, en ja. Als je dan naar een niveau gaat kijken, ja, iemand die helemaal los is, die echt in die absorptie zit, ja, die zal toch anders verder gaan dan ik bij wijze van spreken. Ja. Maar ja, dat is dan helemaal zo. Maar dat zijn aan de andere kant een stuk allemaal denkwerk wat je nou zit te bedenken natuurlijk. Wat ook maar is dat nog steeds ook een bepaalde angst voor je, dat je zult sterven voordat je dat absorptieniveau bereikt hebt dan? Angst, dat je dat erg. Angst is natuurlijk een groot woord, maar ja. Dat je dat erg zou vinden. Ik denk wel dat je een mooie dood gaat als het voorbij is. Als je eruit bent, spreken. Dat denk ik wel. Zeker. Want dat is natuurlijk, dat zit ter grondslag aan elke angst. Hè? Gewoon, ja. De angst om dood te gaan. Ja. En misschien is die angst er wel, omdat je bij de dood. De meeste mensen hebben dan het gevoel dat de dingen onaf zijn. Ja, precies. Ja. Dat je dat nog niet bereikt hebt, ja. Wat je hebt willen bereiken. Ja. En het is natuurlijk veel makkelijker om die angst van je af te gooien als je dat gevoel wel hebt. Want ik heb het bereikt, ja. Wat dit leven me kan bieden. Ja. En daarom zie je dus bij al die mystici dat ze gewoon ook totaal niet dood zijn, bang zijn voor de dood. Ja. Omdat ze het idee hebben van mijn leven is al helemaal vervuld. Ja. Precies geweest. Nou, heb jij dat? Ja, ik ben niet bang voor de dood, nee. Ja. Ja, verlichting is een proces, dus je, ja. je, ook dat, hè, je, dat is ook het mooie. Je hebt wel het gevoel dat je nog verder kan. Ja, oké. Ja. Ja, dat je... Waarin? Ja. Ja, ook dat. Dat is... Want waar je het over hebt, als je nog verder kan, heb je het over ervaringen. Ja, precies. Maar ervaringen zijn natuurlijk helemaal niet de kern van het essentialisme. Ja, dan zit je toch in de dualiteit in. Ja. Er zit er toch nog fantasie. En dat bedoelen, ja. Dus ook de gurus en de leraar. Van ja, op dit moment ben je het al. Ja. Omdat er is op dat vlak helemaal geen ontwikkeling mogelijk. Ja. Want het is al helemaal puur en perfect en zuiver. En je kan daar niet in verder groeien. Nee. Dus dat is de paradox, hè? Dat is de paradox, precies. Dus de ontwikkeling, als er sprake is van ontwikkeling, is het altijd op het dualistische vlak. Ja. Altijd op je lichamelijke vlak of op je denken. Ja, precies. Maar niet op het spirituele vlak. Ja. Maar kenmerkend ervan is wel dat.
dat gewoon alle angsten van je afvallen. Oh, en vooral de angst voor de dood. Ja. Dat is de meest primaire angst van een mens. Ja. En, ja, dan kun je een hele filosofische discussie gaan krijgen. Van, bijvoorbeeld over de Advaita. Die gelooft dan dat jij helemaal het absolute bent. Mm-hmm. Ja, dus, I am that. Ik ben dat. Ik ben, Atman is Brahman. Mm-hmm. En, maar het geeft wel aan of dat nou wel of niet het geval is. Want dat is een filosofie. Dat is ook eigenlijk ook met iets van het denken. Dat je dat... Dat je dat idee hebt dat jij helemaal het goddelijke bent. Daar verschillen heel veel theologische stromingen verschillende van mening. Ja. Sommigen zeggen, ja, de christenen zeggen dat je kan nooit God zijn. Ja. Terwijl in de soefisme en in de Indiase stromingen geloven ze juist in de identiteit tussen jou en het goddelijke. Ja, ja, ja. Maar ja, dat zijn allemaal van die filosofische discussies die... Ja, Die zijn heel moeilijk te bewijzen. Maar wat ze wel aangeven, is dat als jij, zoals die Nisargadatta, zo getranscendeerd bent, dat je op een gegeven moment alleen nog maar je identificeert met jouw levenskern, met jouw levenskracht, met jouw goddelijke kern. Ja, dan ben je natuurlijk echt super overal van los. Hè? Ja, precies. En dat is denk ik ook het bevrijdende van zijn inzichten, van zijn filosofie. Ja. Is dat je als je gewoon alleen maar met die kern bezig bent en zegt tegen je, ik ben niet mijn lichaam en ik ben niet Jantje Brouwer en ik ben niet dat beroep wat ik uitoefen en ik ben niet een Amsterdammer en ik ben geen, ik ben gewoon helemaal niks, maar ik ben alleen maar die kern van het zijnde. Het onnoembare. Dan als je dat helemaal volhoudt, elke dag, dan hoef je inderdaad niet te mediteren. Ja, precies. Ja, kan. Ja. Als je zo gelooft in dat inzicht. Ja. Het is natuurlijk geen. Ja, geloof is ook weer een. Iets mentaals, bij wijze van spreken. Maar ja, het is gewoon een beter, ja. Ja, ik had al mijn bezwaren tegen het christelijk geloof. Ja. Maar ik heb wel dingen gezien wat geloof bij mensen doet. Ja. En dan denk ik van als je dus dat dus echt helemaal gelooft. Zoals wat hij zegt. Of wat hij Jezus zegt. Of wat. Wat de christenen zeggen, als je het echt helemaal gelooft, en je houdt het elke dag helemaal vol, dan transformeert er ook iets in je. Ja, oké. Okay. Ja. Dat je dus helemaal je identificeert alleen met het goddelijke. Ja, dat vind ik een beetje. Kijk, zelf. Ik helemaal mijn ding houden. Ja, zelf is dat ook nooit mijn pad niet geweest. Nee. Mijn pad is gewoon dat, en dat is ook, daar geloof ik ook in, of dat is mijn opvatting, mijn filosofie. Is dat er lichamelijke veranderingen plaats moeten vinden. Maar kijk, ik ben wat dat betreft niet dogmatisch. Het is ook mogelijk namelijk dat je van de andere kant veranderingen kan plaatsen. Ja. Kijk, de lichaam en geest zijn één. Hè? Ja. En nou kan je de geest veranderen door het lichaam aan te pakken. Ja. Dat doen de meeste westerlingen. Hè? Ze gaan sporten, ze gaan yoga doen. Ze ontwikkelen het lichaam. Mm-hmm. En dan als ze lekker gerend hebben, dan komen ze thuis s'avonds en dan voelen ze zich lekker rustig. Ja. En dat is in feite ook natuurlijk een soort van spirituele iets. Ja. Daarom zijn ze ook helemaal zo enthousiast over die sportoefening. Ja. Want dat geeft ze ook een soort spirituele voldoening. Ja, klopt. Kan. Ja, absoluut. Dus als je de geest vanuit het lichaam aanpakt, dan kan het veranderingen hebben. Ja. Maar wat Advaita dan doet, hè, vooral die dhyana filosofie, van de filosofische inzicht yoga, die is op zich niet zo met meditatie bezig. Die is alleen maar bezig met inzicht te krijgen. Ja. En, die benaderen het van de andere kant. Die hebben het, als je dat denken maar transformeert, dan transformeert het lichaam ook vanzelf wel. Als je dus heel erg dat inzicht hebt van, ik ben niet de huip, ik ben niet die jongen die daar werkt, ik ben iets heel anders. Schijnsel. Ja, dat is een illusie waar je jezelf voor houdt. Tja. En wat andere mensen jou zien dan met hun spiegel, dat is een illusie. Ja. Maar dat vergt wel het doorzettingsvermogen om het elke dag vol te houden. Gewoon tegen jezelf, tegen iedereen zeggen van, oh god,
Ik ben niet wat je denkt. Ja, maar zo, dat is toch dan een vreemde levenshouding als je zo gaat doen. Ja, maar misschien is het ook wel verlichting ook wel een gek iets. Waarvan de meeste mensen denken dat het heel gek is. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, kijk, dat zit ik ook al. Ik zit al met een soort afsluiting te kijken. Maar, ja, er zullen best mensen zijn die denken van, ja, we hebben het in godsnaam over die rasten. Weet je wel. Daar zijn die jongens mee bezig. Ik denk het weer wel. Maar goed, toch. Ja, toch is het. Dat zal lang al niet afgehaakt zijn. Ja. Nee, dat is ook zo. Absoluut. Ja, zeker. Ja, de helft is zeker al afgehaakt. Maar goed. Het heeft niet echt de cliplengte, van het gemiddelde clipje. Soundbite. Ja, je moet er echt wat mee hebben met dit verhaal. Wil je hier een beetje in doorgaan? Gelukkig zijn er wel heel veel volwassen mensen die er ook wel heel serieus mee bezig zijn. Ja, zeker, absoluut. Ja, nee, ik zit ook gewoon, wat ik dan een beetje. Ik werk echt via Facebook. Dus ik zit gewoon ik heb gewoon allemaal linkjes en ik lees gewoon elke keer wat iedereen een beetje. Dat is natuurlijk ook maar een heel beperkt groepje, het zijn elke keer dezelfde gezichtjes. Maar toch, ik vind het wel hartstikke leuk om te volgen en te kijken van hoe die het verwoordt en hoe die. En dan zie je toch af en toe weer nieuwe figuren opkomen die weer ook weer heel verhaal erin hebben. Ja, dat is toch interessant. En leuk ook. En ja, maar dat is een heel beperkt clubje. Kijk, ik zit ook in de Brommelclub bij wijze van spreken, in de Brommelgroep met bij die Koverman. Ja, dat is een heel ander verhaal bij wijze van spreken. Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Daar ga ik ook gewoon niet mee. Daar doe ik ook gewoon mijn ding in. Maar een heel andere rol natuurlijk. Ik vind essentialisme en spiritualiteit en dat soort dingen. Religie is toch wel, is denk ik wel veel zinniger, veel diepzinniger dan de plantjes waar ik mee bezig ben. Ja, tuurlijk. Daar komt het dan wel op hetzelfde neer, maar... Ja. Als je vraagt, nou, wat is de kern van je bestaan, dan zijn dat niet die exotische planten. Nee. Het is niet mijn motor. Nee. Maar het is wel, het is juist die meditatie waar we nu over praten. Ja. Daar ben ik toch wel echt het meest serieus mee bezig. Ja, natuurlijk. Die ondergrond die is natuurlijk... En daarom zijn die boeken en zo, zijn ze ook soms voor heel veel mensen en ook voor mezelf, zijn ze ook heel aangrijpend en ontroerend. Omdat het zijn eindelijk dingen die helemaal de diepte ingaan. Hè? Ja. Er is zoveel oppervlakkigheid in het bestaan. Ja, zeker, absoluut. Ja. En het is ook zo mooi als een bepaalde. Ik zal overal om kunnen lachen hoor. En ik ben een goed lachmens. Ja. Maar er zijn bepaalde dingen die zijn gewoon zo serieus. Ja. Omdat het gaat over het geluk van de mensen. Ja. En dat je wenst je medemens wel. Ja. Dus je hoopt maar dat iedereen een beetje gelukkig is om je heen. Dan heb je ook een betere wereld. Ja, precies. Dus daarom is dit onderwerp, vind ik wel, wel heel zinnig hoor. Ja. En dat vond ik zo jammer dat ze, ik kom dan uit zo'n gereformeerde kring. Mm-hmm. En daar werd er nooit een koppeling met jezelf gelegd. Hè? Mm. Altijd heel abstract met die leer van Jezus en het christendom. Ja, ja. Maar nooit van... hoe werkt het nou bij jezelf? En wat heeft het nou voor effect? En waar gaat het nou eigenlijk over? Waar we het met z'n allen over hebben. Ja. En dat vind ik wel de vooruitgang van de afgelopen decennia. Ja. Dat met de opkomst van spiritualiteit in de jaren 60 en 70 ging het wel steeds meer over wat doet het nou bij jouzelf? Ja, precies. Ja, die ontwikkeling is heel mooi. Absoluut. Ja. Ja. Nou ja, Jan, ik... Ik denk dat het een... bandje zet wel een beetje op, denk ik, inmiddels. Ja, die batterij is bijna leeg, zie ik al. Maar ik denk dat het zo'n waanzinnig verhaal is. Of de mensen dat ook vinden, dan moeten ze zelf maken. Ik denk dat ze het helemaal afkijken. Ja. Maar, misschien dat ze stukjes eruit wel leuk vinden. Ja. Maar ja, bedankt voor het gesprek weer. Ja. En tot... kom maar wanneer je wil. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer of zoiets. Oké. Okay.